Ik ben een bloesemboom aan het maken die op Q zijn bloemen verliest. Dus eigenlijk een herfstproces en dat we zelf kunnen bepalen of het snel of langzaam gebeurt. De boom is opgebouwd uit ijzer en dat is op verschillende vormen dat het organisch lijkt gelast. Daaromheen is vilt gedraaid om het volume te geven. Daarna is gekeken waar het mooi is om de bloemtrasjes neer te zetten. Uiteindelijk bij elkaar zijn het 5 takken en dan zit je op ongeveer 320 bloemtrosjes die dus per Q naar beneden kunnen vallen. Dacht, hoe gaan we dat laten vallen? Iets heel simpels. De 320 bloemblaadjes die zitten vast met een druppeltje hot glue op de warmte-elementjes. Doordat daar elektra naartoe gaat, worden ze warm. Daardoor smelt de lijm die erop zit. Dat is gewoon eenvoudig hot glue. Daardoor krijg je dat ze vertraagd zullen vallen. Dat is een mooi effect. Er zijn verschillende manieren om iets te laten vallen, maar dit is perfect. Je kan het ook echt aansturen op afstand. Dat betekent wel dat dus elke keer weer na de voorstelling 320 bloemtrossen opnieuw moeten worden vastgelijmd.